De vlag van de Nederlandse Antillen wordt voor de allerlaatste keer gestreken. En dan kan hij netjes opgevouwen naar het museum. Vanaf vandaag bestaan de Nederlandse Antillen niet meer als land binnen ons koninkrijk. Goedenavond. Ja, dat koninkrijk der Nederlanden ziet er vanaf de afgelopen nacht anders uit. De Nederlandse Antillen bestaan niet meer. Nou ja, dat wil zeggen natuurlijk, als land bestaan ze niet meer. Dat is een belangrijke verandering voor de mensen op de eilanden en natuurlijk ook voor ons hier in Nederland. En dus waren kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima daar ter plekke aanwezig. Want vanaf vandaag zijn er andere verhoudingen met Nederland voor de vijf eilanden in het Caribisch gebied die de Antillen vormden. De bovenwindse eilanden, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, en de benedenwindse, Bonaire en Curaçao. Aruba kreeg al in 86 een andere status. Hoe zit dat precies? Het Koninkrijk der Nederlanden bestond tot nu toe uit drie landen. Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen, waarin vijf eilanden verenigd zijn. Vandaag op 10 oktober 2010 verdwijnen de Nederlandse Antillen als land binnen dat koninkrijk. Curaçao en Sint Maarten worden aparte landen. Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden gemeenten van Nederland. En daarmee bestaat het koninkrijk nu uit vier landen. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nou, dat is vannacht uitbundig gevierd. In Willemstad onder meer, op Curaçao, daar zat wat we tot nu toe noemden de Nederlandse regering, de regering van de Nederlandse Antillen. Het grootste afscheid is wat wij vanavond nemen. Het afscheid van het land, de Nederlandse Antillen. Maar het heeft natuurlijk ook een keerzijde. Want vandaag, straks, wordt geboren het land Curaçao. En is dat niet waar wij voor gekozen hebben? Dat is toch wat wij wensten? Het nieuwe land Curaçao. En daarom van mijn kant een uitnodiging aan een ieder die hier aan wil voortbouwen. Om een bijdrage te leveren aan de groei en de bloei van dit nieuwe land Curaçao. Viva Sint Maarten! Viva Bonaire! Viva Saba! Viva Sint Eustatius! Viva! Viva Curaçao! Viva! Commandant zal nu toestemming vragen aan de minister-president van de Nederlandse Antillen om de vlag van de Nederlandse Antillen te mogen strijken. We krijgen bezoek. Applaus voor het país Curaçao. Bienvenido, país Curaçao.
En voor het eerst nu rechtstreeks satellietcontact met het zelfstandige land Curaçao in Willemstad. Gerry Eickhoff. Gerry, dat zag er indrukwekkend uit. Is het ook nog een beetje een Caribisch feestje geworden? Nou, als je met een Caribisch feestje bedoelt, een salsa party, nee, dan moet ik je teleurstellen. Het was eigenlijk wat je zag, vooral een plechtig feest. Een beetje stijf, een beetje sober. Premier Schotten van Curaçao, de nieuwe premier, had daar ook op aangedrongen. Soberheid, hij vindt dat de Curaçaoenaren hun geld en hun energie wel beter kunnen gebruiken. Daarvoor zijn de problemen groot genoeg. Wat mij opviel was dat bij het strijken van die Antilliaanse vlag, die toch meer dan een halve eeuw heeft gewapperd, dat er werkelijk geen traan werd gelaten. En dat eigenlijk het enige enthousiasme dat onder het publiek te merken was, dat ontstond. Groot gejuich toen de nieuwe Curaçaose vlag in top werd gehezen. En eerlijk gezegd denk ik dat de vieringen op de andere eilanden ongeveer soortgelijk zijn verlopen. Ze telt daarbij op, Gerry, al die jaren van getouwtrek, ups en downs, geharrewar aan de vergadertafels. Willen de mensen op de eilanden deze constructie echt? Weet je wat het is? De mensen kijken ernaar, ja, ik zou zeggen, met zorg en hoop. Hoop omdat ze denken dat de nieuwe staatkundige structuur echt kansen biedt, echt een uitdaging kan zijn, echt een nieuwe start kan zijn. Maar zorg omdat ze vrezen dat de staatkundige structuur dan wel verandert, maar de politieke cultuur niet. En die politieke cultuur is eigenlijk op al die eilanden er eentje geweest van een elite die elkaar de bal toespeelde zonder oog te hebben voor de werkelijke problemen van de bevolking. Het is vervelend om te zeggen, maar er zijn gevallen bekend van bestuurders die zich tijdenlang vooral bezig hebben gehouden met de vraag wie van hen gewoon een dure dienstauto kreeg en wie een dienstauto met chauffeur. Ja, en dat schiet natuurlijk niet op. Nou, wat je ziet is dat op de meeste eilanden toch weer dezelfde namen, dezelfde families aan de macht komen. Eigenlijk is wat dat betreft de hoop op Curaçao nog het grootste, want die Gerrit Schotten, de nieuwe premier hier, dat is echt een nieuwkomer. Een jaar geleden was hij nog zakenman. Hij heeft meermaals laten blijken dat hij de problemen onderkent, ook die van de politieke cultuur. En de verwachting is nu, de hoop is nu in elk geval, dat hij het land gaat besturen op dezelfde zakelijke en efficiënte manier als waarop hij dat altijd zijn eigen business heeft gedaan. Dus dat zou een grote verandering zijn. Als jij nou andere grote veranderingen zou moeten noemen voor de mensen, wat zijn dat dan? Nou ja, voor die eilanden die gemeenten worden, is het zo dat die natuurlijk in de loop der jaren steeds meer op Nederland zullen gaan lijken, omdat ze de Nederlandse wetten krijgen. En dan moet je bijvoorbeeld denken ook aan de wetten op het gebied van onderwijs. Het onderwijssysteem zal geherstructureerd worden naar een Nederlands model. En dat geldt ook voor het zorgstelsel. Daar zijn de mensen erg blij mee. Maar er zijn ook een aantal wetten uit Nederland waar ze nogal tegenop zien. Terwijl de landen die zelfstandig verder gaan, Curaçao en Sint Maarten, die zullen hun eigen weg volgen. Hopen met name daar economisch beter van te worden, terwijl dan weer op Sint Maarten toch wel de bedenking is dat die politici die kansen misschien binnen de kortste keren weer zullen verprutsen. De afgelopen week zijn we hier wat rondgereisd. We zijn gegaan naar Sint Eustatius, een nieuwe gemeente, en naar Sint Maarten, wat ik al noemde. Ik zou zeggen, kijk even mee naar een impressie. Sint Eustatius is alleen te bereiken met het kleine propellervliegtuigje dat 6 keer per dag een vlucht uitvoert. Toch vrezen de inwoners dat ze binnenkort zullen worden overrompeld door Nederland. En dan niet door toeristen of andere nieuwe landgenoten, maar door de wetten van overzee. Eeuwenlang hebben de Statianen gezucht onder Zeeuwse en Hollandse kolonialen en slavenhouders. Nu moeten ze buigen voor de wetten over abortus, euthanasie en vooral het homohuwelijk. Want Sint Eustatius is dan wel de patroonheilige van familieverhoudingen, maar hier betekent dat traditionele verhoudingen. Men marrying to men, women marrying to women. For a small island like Station, I don't think that's real good for the island. Toevallig vandaag in de lessen behandeld, omdat ik seksuele vorming geef. En de jongens die hadden het daarover. Toen zei ik van je moet niet naar het stukje homo, maar kijken naar de rechten van de mens die daarin naar voren komt. En het moet ze uitgelegd worden. En als ze dan toch Nederlandse wetten krijgen, willen ze ook de Nederlandse uitkeringen en andere regels. If I go and get same-sex marriage and abortion, give me ganja, the right to have ganja without trouble to have my 5 grams. Give me the right to have 5 plants in my garden anytime without a problem. Op de terugweg met hetzelfde vliegtuigje naar het veel grotere Sint Maarten moeten de piloten tegen de storm in alle zeilen bijzetten. Sint Maarten gaat zelfstandig verder.
Veel mensen denken dat hun toerisme-industrie in principe sterk genoeg is om het nieuwe land boven water te houden, maar twijfelen aan de stuurmanskunst van de nieuwe regering, grotendeels gevormd door de oude politici van voorheen, die dikwijls meer op elkaar dan de burgers letten. It's like children play. It makes us in St. Maarten look like we don't know what we're doing. And I think that's why the Dutch politicians in Holland, they believe that we do not know what we're doing. So they're waiting for us to fail to come in and take over. De Sint Maartenaren zijn blij met hun zelfstandigheid, maar uit angst voor storm, tegenweer en andere koude douches vinden velen het een hele geruststelling dat het nog geen echte onafhankelijkheid is. Vanaf de eilanden, met slecht weer overigens, daar zagen we ook inmiddels twee gasten aan tafel. Glenn Helberg, voorzitter van het overlegorgaan Caribische Nederlanders in Nederland. En Gert Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. Meneer Helberg, als ik het u als eerste vraag. Wat is volgens u het belangrijke aan het veranderen nu van die verhoudingen tussen Nederland en de eilanden? Nou, belangrijk volgens mij is het de bestuurswisseling. We hadden tot nu toe in het Koninkrijk het land Nederland Antillen. En Curaçao bestierde eigenlijk de andere eilanden. En het eilandgebied Curaçao had twee regeringslagen. Een eilandgebied en een land. En op het kleine eilandje waren er dus twee groepen die bepaalden wat er moest gebeuren op zo'n eiland. Dat is weg. En iets anders wat heel erg belangrijk is, dat we een grote schuldenlast hadden. En dat we nu met een gezond financieel verhaal kunnen gaan beginnen om de eilanden een goede toekomst te geven. Ja, meneer Oostindie, wat is volgens u het belangrijkste? Wat er gezegd is, dat klopt. Dat is het belangrijkste, maar de grote vraag is natuurlijk, gaat het ook werken? En? Nou, dat is niet helemaal zo zeker. Wat je eigenlijk hebt gezien, je had die landlaag van de Nederlandse Antillen, waar allemaal eilanden onder. Die landlaag is eruit getrokken en wat je nu krijgt, Nederland heeft direct een band met al die landen. Dat kan heel goed werken in die zin dat er nu allerlei mechanismen zijn ontwikkeld om te voorkomen dat dingen fout lopen zoals ze voorheen liepen. Dus de zorg die mensen die in die reportage net hadden van kunnen onze politici dat wel aan? Als ze niet aankunnen, dan zit Nederland met de neus bovenop. Ja, daar gaan we uitgebreid over praten in dit programma. Ja, we gaan ook stilstaan bij een aantal zaken om te beginnen is waar je niet meteen aan denkt. Als je erbij stilstaat dat er dus drie gemeenten aan Nederland worden toegevoegd, Saba, Sint Eustatius en Bonaire, wat gaat er dan eigenlijk gebeuren? Het hoogste punt van Nederland is niet meer de Vaalserberg, maar met 877 meter Mount Scenery op Saba. En dat is een vulkaan. Daar heeft Nederland er vanaf vandaag twee van. Ook op Sint Eustatius ligt er één, de Kwil. Beide vulkanen slapen al eeuwen. De kortste landingsbaan van de wereld ligt vanaf nu binnen onze grenzen, op Saba. De baan is slechts 400 meter lang. Er komen veel dieren en planten bij in ons land. Schildpadden, flamingo's en het koraal worden inheems. En met een pak Amerikaanse dollars op stap in eigen land kan voortaan ook. De Antilliaanse gulden verdwijnt op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en maakt plaats voor de dollar. Ja, het gaat allemaal gebeuren, hè? Denkt u, meneer Oostindie, dat veel mensen in Nederland, Nederlanders, een idee hebben van wat er allemaal nou verandert daar? Nee, de meeste Nederlanders absoluut niet. Ik bedoel, alle vragen die ik de afgelopen weken krijg is van, goh, nou begrijp ik dat Curaçao onafhankelijk wordt. Zeg ik, nee, ze worden niet onafhankelijk. Ze krijgen dan een iets andere status binnen het Koninkrijk. Oh, waarom willen ze dan niet onafhankelijk worden? Nou, om die en die reden niet echt in hun eigen belang. Nee, dat weten de meeste Nederlanders niet. En wat zegt dat? Nou ja, dat zegt het is... Vervelend om te zeggen misschien, maar het zegt vooral dat het belang van alles wat hier verandert, vooral van de Antillen, heel groot is. En voor Nederland helemaal niet zo groot. Als je kijkt ook naar de verschillen in bevolkingsaantallen, wij hebben hier 16,5 miljoen mensen op de Antillen, bij elkaar 300.000. Het is een totaal andere verhoudingen natuurlijk. Dus alles wat hier of onderling beslist wordt over die Antillen is vooral daar heel belangrijk. Ja, en is het dus zo, meneer Helberg, dat ze daar dus razend goed weten wat er precies allemaal verandert? Dat is niet het geval. Ik zei altijd, het is een bestuurlijke verandering. En het volk moet het nu gaan merken wat de verandering betekent. Hè? Want het volk kijkt ook met argusogen naar de politieke leiders. En de politieke leiders moeten nu vertrouwen gaan winnen bij de bevolking. Ik vind dat erg belangrijk. Net zoals we hier merken in Nederland dat we vertrouwen willen hebben van onze leiders, hebben we dat daar ook. Belangrijk, wat meneer Oostindie net zei, is dat ze niet weten wat er gebeurt. Maar onze aanklacht is dat we in Nederland heel weinig weten van het Koninkrijk. In onze gebieden leeft het Koninkrijk en hier in Nederland leeft het Koninkrijk niet. Een aanklacht tegen ons hier in Nederland? Nou, als wij met elkaar praten, verbaast het ons. En we zijn ook altijd verbaasd over het feit dat de Nederlanders zo weinig weten van dat stukje van het Koninkrijk. En ik hoop dat we nu veel meer geïnteresseerd raken in elkaar. Dat is erg belangrijk.
Ja, zou dit misschien best wel een goede aanleiding voor ik kunnen zijn? Ik hoop het. Ja. Ja. Laten we eens kijken naar een hele plechtige gebeurtenis. Dat zeiden ook de mensen die er zelf bij aanwezig geweest zijn. Gisterenochtend was dat. Dat de regering van de Nederlandse Antillen, zoals die regering tot dan toe er dus was, voor het laatste bijeenkwam in de Statenvergadering. Presented! Het is een dag, vandaag, met veel emoties. Ik voel het. Ik heb het in mijn hart. Het is een mijlpaal in ons land. Het is wat de volk, zeker met 68%, 15 april 2005, heeft aangetoond aan ons. En wij als politici, verantwoordelijke politici, moeten dat gewoon volgen. Soms is het doorsnijden van oude banden nodig om nieuwe, levensvatbare en veelbelovende relaties te laten opbloeien. Afscheid doet pijn. We zullen elkaar missen. Onze vijf sterren gaan uiteen. Maar gelukkig blijven de vriendschap, de familielabanden, het koninkrijk en de wil elkander bij te staan, gewoon bestaan. Hallo! Was dat gisterochtend. Er is jaren en jaren vergaderd, gesteggeld aan vergadertafels. Er is geduwd en getrokken. En uiteindelijk is het toch tot een akkoord gekomen over alles waar we het nu over hebben. Op 9 september in de Ridderzaal, hier in Den Haag, werden uiteindelijk de handtekeningen gezet onder het akkoord. En voor de nieuwe landen heeft de koningin al haar nieuwe vertegenwoordigers benoemd. De gouverneurs van Sint Maarten en Curaçao. En voor het kabinet in Nederland, dat inmiddels demissionair is, politiek verantwoordelijk voor de eilanden, voor de koningsrijksrelaties, Ank Bijleveld natuurlijk ook dit weekend aanwezig bij de festiviteiten. Staatkunde is, doe je niet alleen omdat je de staatkunde wilt veranderen, tenminste ik niet. Dus ik vond eigenlijk dat het wat moet betekenen voor de bevolking op de eilanden. Daar hebben we ook op gestuurd. Dus er moet betere veiligheid komen hier, beter functionerende politie, een beter financieel beleid. Mensen krijgen de totale schuldsanering, maar wel met toezicht van Nederland er dan bij, zodat ze niet weer in die bodemloze put terechtkomen. Maar ook veel betere sociale voorzieningen moeten er komen en dat kan nu geregeld worden. Hier op de Antillen heb ik gehoord dat ze spreken over recolonisatie. Ja, herkolonisatie, dat hoor ik ook. Maar ik ben het er volstrekt mee oneens. Ik vind als Nederland zich zo maximaal uitrekt, dat je zo de schulden saneert van deze eilanden. En het is een enorme schuld, 1,7 miljard euro op 200.000 mensen. Dan mag je daar ook toezicht bij hebben. Dan mag je daar ook een aantal voorwaarden aan stellen. Ja. En die voorwaarden zijn? Ja, goed financieel beleid, sluitende begrotingen, geen vriendjes meer benoemen in overheids-NV's, dus geen vriendjespolitiek meer. Dat is het belangrijkste, maar ook deugdelijk justitieel beleid en daar hebben we ook randvoorwaarden voor geschapen. Wat betekent dat voor u persoonlijk? Want het is ongeveer het laatste wat u doet als staatssecretaris. Ja, ik ben wel heel erg demissionaire staatssecretaris. Nou, ik vind voor mij persoonlijk is het natuurlijk geweldig dat ik dit nog kon afmaken. Maar wat ook heel belangrijk is, dat het gelukt is met elkaar. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat mij betreft. Een beetje weemoed ook wel.
Want er is heel hard door ons aan gewerkt. Ik heb zelf steeds gezegd, we hebben een bepaald doel wat we moeten bereiken. Dat stond ook in het regeerakkoord. En dat hebben we ook gehaald. Dat hebben we ook afgemaakt in 3,5 jaar. En ik denk dat dit het grootste wetgevingsproject geweest is wat het kabinet Balkenende heeft gedaan. Staatssecretaris Bijleveld, ik zag u knikken, meneer Helberg, toen het woord weemoed viel. Nou, hoe was dat? Zeker, als ik ernaar kijk. Vanochtend toen die vlag omlaag ging, voelde ik dat ook. Je hebt een band met zo'n vlag. Maar wat Ank Bijleveld net zei, ik moet u zeggen dat ik de overheid op Curaçao, Nederland, Antillen en Nederland, complimenteer. Want ze hebben iets belangrijks gedaan. Er is een land opgeheven. Je zou kunnen zeggen, gewoon een revolutie heeft er plaatsgevonden. Een land is verdwenen. En dat is zonder bloedvergieten gegaan. U noemde het rekken en duwen. Maar dat moet ook. Want je moet tot een goed resultaat komen. Ja, maar er werd ook verwezen naar iets anders. Dat mensen op de eilanden, sommige mensen zeggen van, ja, het klinkt ook weer een beetje terug naar koloniale verhoudingen. Ja. Als Nederland er zo bovenop zit. Nou ja, heeft het over financieel toezicht. En het financieel toezicht bestaat uit Nederland, Curaçao, een vertegenwoordiger van Nederland, Curaçao en Sint Maarten. Dus ik zie het niet zozeer als dat Nederland alleen maar toezicht heeft. Er is een onafhankelijke commissie samengesteld en die gaat kijken naar die financiën. Want het is belangrijk dat dat gebeurt. En natuurlijk zijn er mensen op de eilanden die zeggen, waarom is dat niet gebeurd met organen op de eilanden zelf? Had dat niet gekund? Had gekund. En daarom zeggen ze recolonisatie. Maar u moet weten, dit is een afspraak voor 5 jaar. Als het goed gaat, over 5 jaar zijn er weer andere veranderingen. En misschien ook in deze 5 jaar. Ik noem het de kans voor de eilanden om sterk te worden, mentaal. Om de broekriem zelf aan te halen. Aan te gisteren. En misschien de stap te maken naar onafhankelijkheid ooit eens. Het zijn belangrijke jaren. Ja. Meneer Oosten, het woord vriendjespolitiek viel ook, hè? Ja. Gaat dat veranderen? Nou, ik moet wel zeggen, ook in die reportage was wel even een beetje de suggestie, overal daar op die eiland niks anders dan vriendjespolitiek. Zo is het niet, zo erg is het niet. En het is ook per eiland weer verschillend. Wat absoluut zeker is, een van de dingen die Nederland wil bereiken met deze hele package deal van een heleboel dingen tegelijkertijd, is meer transparantie van bestuur. Meer ook kunnen meekijken. Het idee dat Nederland, dat met die recolonisatie, Nederland wil niets liever dan zich daar totaal overal nestelen. Helemaal niet waar. Uiteindelijk is nog steeds een belangrijk deel van de Nederlandse politiek, die zegt, als het even kon, zou het liefst van de Antillen af willen. Maar kan dat niet dan? Dat kan eigenlijk niet. Er zijn een aantal redenen voor. Volkenrechtelijk en staatsrechtelijk. Ik zal je niet mee vermoeien, maar allerlei verdragen die zeggen, eigenlijk kan dat niet. Als een land eenmaal kolonie is, mag het zelf beslissen onafhankelijk te worden. Je mag niet die onafhankelijkheid opleggen. Dus als zij het zouden willen, zou het kunnen, maar wij kunnen niet zeggen van, nee, het is dan hetzelfde als met Suriname. Nederland zou direct en graag helpen. Maar dat is niet zo. Nou, dan heb je, omdat men op al die eilanden de bevolking dat niet willen, is Nederland staat ook een beetje voor een keuze. Oké, dan blijven we bij elkaar. Zoals Lubbers in de tijd zei, toen nog minister-president, die zei, we wonen in hetzelfde huis. Het huis heeft huisregels, hebben jullie ook aan te houden. Ja. Sindsdien is dat eigenlijk het thema. Ja, dus daar hebben wij het nog steeds dus over, hè? Een stukje Nederlands koloniaal verleden. Weet u, ik vind het belangrijk, wat Gert zegt, is dat wij die 1,7 miljoen hebben gekregen, dat Nederland liever van ons af wil. Ik denk dat er iets niet besproken wordt. En ik denk dat wij, die eilanden, dat we ook een geopolitiek belang hebben. Het zijn niet voor niets, zitten we daar in dat gebied. En Nederland is een handelsland. En ik geloof niet dat de Nederlanders zomaar een schuldsanering doen, alleen maar omdat er zijn belangen. En die belangen worden weinig besproken. Maar iets anders is, natuurlijk voelt het aan alsof het neocoloniaal is. En er zijn mensen op de eilanden die dat ook gebruiken. Maar u moet weten dat de overgrote meerderheid, dus de meerderheid, een democratisch land, heeft gekozen voor deze status. Dat betekent dat we hiermee aan de gang willen gaan. Ja, nou ja, heeft gekozen, uit een enquête begrijp ik van de Wereldomroep, is dat het allemaal een beetje kantje boord is. Hè? Dat uit die enquête bleek dat, ik geloof, niet echt de helft zelfs van de mensen nu, als je het ze vraagt, alle inwoners van de Antillen samen, dat die dit graag willen. Ja, wat men altijd heel duidelijk maakt, we willen in ieder geval niet onafhankelijk worden. Dus het gaat altijd vervolgens alleen nog maar om de vraag van hoe gaan we dat dan doen. Men heeft in de tijd en alle de referenda en zo gezegd, we willen los van elkaar, maar met Nederland. Daar komt het eigenlijk op neer, steeds. Is er op al die verschillende eilanden dan op een gegeven moment gezegd, hoeveel autonomie willen we eigenlijk? Hoeveel willen we aan Nederland overlaten? Hoeveel willen we bij onszelf houden? Als er dan eenmaal een uitkomst is, dan zijn sommige mensen die op al die eilanden die zeggen, dan gaat Nederland zich plotseling wel met heel veel dingen bemoeien. Hè? Ook op die drie kleinste eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
overgrote meerderheid, alleen de sensaties, wat ingewikkelder. Die zeiden, we willen allerliefst gewoon een soort van gemeente van Nederland worden. Nou, dan is men dat. En op een gegeven moment zegt men hier in de Tweede Kamer, onze wetgeving over abortus, euthanasie, homohuwelijk en zo, is natuurlijk nu ook voor jullie. Ja, dan denk ik, nou daar hadden wij niet zo over nagedacht. Maar zo is het niet, het is over het een of het ander. Ja. Goed, laten we eens gaan kijken naar Bonaire. Hebben we het nog niet over gehad. Bonaire, ja. Mooi eiland. Van die drie eilanden die dus bij Nederland komen als gemeente. Het grootste eiland. Even kijken. 13.000 inwoners. Heel even spieken. 13.000 inwoners. Oppervlakte van zo'n 300 vierkante kilometer. Groot. Klein, zo u wilt. En wat inkomsten betreft afhankelijk van toerisme en zoutwinning. Ja, Bonaire heeft echt goede mensen. Vriendelijke mensen. Rustige mensen. En ik hoop dat het zo blijft. Ik hoop het. Er komen meer mensen hier naartoe om te wonen, maar het komen van de mensen, dat is voor mij echt niet zo'n probleem, maar niet te veel, weet je. En de mensen die hier naartoe komen, ik wil dat ze gewoon zichzelf aanpassen aan Bonaire en in harmonie leven met de Bonaireanen, dat wil ik. Ik ben hier. Jullie zullen het lekker vinden zometeen, hè? Nee, ik voel niet dat we iets gaan verliezen hier. Dat voel ik niet. Geen identiteit, geen vrijheid, niks. We gaan niks verliezen. We kunnen alleen maar winnen. Daar zijn veel mensen bang voor, maar ik sta er klaar voor, hoor. Ik sta er klaar voor. Nandi, hoop je leil op je kamer. Je portaakje pokken te hebben. Ik kom met Johanna, maar ik heb daar een pinsel te zijn. Taal, cultuur, ja, er zijn verschillen. Die werd als een homohuwelijk bijvoorbeeld, dat is niet normaal voor de Bonaireanen. Dat moeten ze aan wennen. Sí, daar heb je algo, sí. Maar pensé me que sabe, kijk wat we paren. Que tradición te bequibra, of ne se bepus con vergunning, algo sí, na, papi, a mí te quiere, te jammer, sí. Is de authentieke Bonaireaan. Bestaat hij of bestaat hij niet? Volgens mij is de echte Bonaireaan iedereen die van Bonaire houdt. Van de Bonaireaanse natuur, cultuur. Dat is volgens mij de authentieke Bonaireaan. Ja, prachtige beelden. Hè? Voor een deel ging dit eigenlijk ook natuurlijk waar we het net al een beetje over hadden. Hè? Ja, ik bedoel, dit is de keerzijde natuurlijk dat mensen, en ze moeten daar blijkbaar wel aan wennen. Er hoort wel wat bij natuurlijk, hè? Dat je geen leguanen meer mag vangen en opeten. Nou, de mensen zijn ook bang voor de regeldruk van Nederland. Hè? We hebben een land met ongelooflijk veel regels. En ze zijn bang straks dat het vrije leven dat ze hadden, dat ze dat kwijtraken. En iets anders, ik zei net van democratisch gekozen, de Bonaireanen zeggen dat ook heel veel import-Bonaireanen hiervoor gekozen hebben. Dus de hele authentieke Bonaireanen die vinden helemaal niet dat de meerderheid gekozen heeft. Dus het betekent ook nu dat met de verandering, dat we, dus die beste eilanden, ik hoop dat het met beleid en met wijsheid gaat. Ja. Dat is een prachtig eiland. Sorry, en wat bedoelt u dan met import-Bonaireanen? Nou ja, mensen die daar zijn gaan wonen en stemrecht kregen. Ja. Dus die daar geboren zijn, maar die daar zijn gaan wonen en ook stemrecht kregen. En dus toen bij het referendum ook hebben gekozen
voor die status binnen het Koninkrijk. Ja, zeg, en de Nederlandse kant. Hè, als je hoort toch vaak, als het natuurlijk in het nieuws ook over Antillianen gaat, hè, dat is bijna altijd negatief nieuws. En het gaat bijna altijd alleen maar over Nederland. Namelijk over Antillianen in Nederland. Precies. U merkte net op, het zou fijn zijn als Nederlanders meer wisten van de Antillen. Het zou ook wel goed zijn. Het gekke is, 20 jaar, 30 jaar geleden wisten de Nederlanders ook niks van de Antillen. En was eigenlijk veel beter. Dan liet Nederland ook de Antillen veel meer met rust. En wat je de laatste 10, 15 jaar hebt gezien, is die problematiek van een minderheid van die Curaçaose jeugd die hier problemen maakt. Dat heeft eigenlijk gemaakt dat die Antillen pas veel hoger ook op de agenda kwamen te staan. En inderdaad, altijd in negatieve zin. En gaat daar in principe nou iets aan veranderen door al die veranderingen in de staatsstructuur? Ik hoop het. Want op het moment dat de levensstandaard op het eiland stijgt, hoeven de kans arme mensen in Nederland te komen voor een betere toekomst. Dus daarom is dit een hele belangrijke stap. En als wij op die manier, dus ik hoop nu dat het nieuwe kabinet er aankomt, dat zij niet gaan spreken in termen van, op zoals we gewend zijn, woorden die zeggen van moet het Koninkrijk uit, maar woorden die gaan helpen om op te bouwen. Ja, nou, het nieuwe kabinet, dat wordt gesteund door een partij waarvan prominente aanhangers en leden toch ook, en voorlieden hebben gezegd, rovershol, zet het op marktplaats, gooi het eruit. Ja. Ik geloof ook niet dat het allerbelangrijkste zou zijn dat de levensstandaard enorm omhoog gaat, hoewel je dat ook hoopt als een gevolg, veel belangrijker is op een gegeven moment dat er veel meer geïnvesteerd wordt in onderwijs. Ik geloof ook niet dat Antillianen, zolang dat kan, hè, geen gebruik zullen maken van het recht om naar Nederland te komen, zich hier te vestigen. Veel belangrijker is dat als ze hier komen, dat ze behoorlijk Nederlands kunnen spreken. Hè, want maak de vergelijking, waarom is het met Surinamers in Nederland zoveel beter gegaan vaak dan met Antillianen? Omdat Surinamers gewoon uit het Nederlandstalig onderwijssysteem komen. He, op de Nederlandse eilanden spreekt men Papiaments, op de Bovenwindse eilanden spreekt men Engels. He, en dat betekent dat een migrant uit Antillen in Nederland, ondanks zijn paspoort, meteen een geweldig nadeel heeft. Nou, men beheerst de taal niet. Oké, we maken even een zijstap. Want dat hebben namelijk prinses Maxima en prins Willem-Alexander ook gedaan. Tussen al die plechtigheden die echt met deze overdracht hebben te maken. Door hebben ze zich op Curaçao ook nog even bezig gehouden met een aantal projecten dat ze heel na aan het hart ligt. Zo! Alsjeblieft! De prinses staat klaar. De prins staat klaar. Van een hele harde slag naar de segunda. Segunda de weg. Ja, de prinses, een goede coach die er op weer zit. En de prins komt binnen met een duel. He's speaking English. He's from English speak. Okay, where do you come from? Jamaica. Jamaica. Good. So, I mean, how old are you? I'm 16. My mother came with me so we can learn the parlamento and get a job and get a good place to live and get a work. You would like to be a comforter? Yes. Yes? Hoe is het? Zometeen wordt er een onthulling gedaan. Als jullie samen dit kunnen onthullen, want het is heel belangrijk voor de kunst, dat het mannelijk en het vrouwelijk element samenkomen om de creativiteit te kunnen laten groeien. Yes. Tadadadam, tadam, tadam. Yes. Ja, het koninklijk paar op de eilanden. Ja, klopt dat beeld ook dat we hier vanuit Nederland hebben, meneer Helberg, dat de populariteit groot is van het koninklijk huis? Ja, dat is groot. Ja? Ja,
Ik moet u zeggen dat de koningin daar ook haar best voor heeft gedaan. Ik bedoel, in de ontmoeting met mij bijvoorbeeld, als je merkt hoe warm en betrokken die vrouw daarover praat, maar daarna is er ook iets anders. We zijn natuurlijk gebrainwashed. Als klein kind moest ik met een vlaggetje daar staan en de koningin toejuichen. Dus wat dat betreft, ze hebben goed opgevoed om die koningin lief te hebben. Maar zoals dit nu, ja, ze winnen Willem-Alexander en Maxima doen hun best nu om het volk weer te winnen. Ja. En daarom juist is het voor de Antillianen die hier komen heel raar als ze naar Nederland komen en ze merken dat er geen koninkrijk bestaat. Iets anders waar ik nog op wil reageren, waar Gerrit het over had, over dat onderwijs. U moet weten dat papiaments gesproken wordt inderdaad. Maar de Afro-Caribische cultuur die vond onvoldoende erkenning. En daarom hebben we een hele strijd gehad als het ging om de taal op Curaçao. En sinds nu, dus nu met de overdracht en de afgelopen maanden, is er nu een officiële wet. Die wet zegt dat we 3 officiële talen hebben. Papiamentu, Engels en Nederlands. En in het onderwijs is nu vastgelegd dat Nederlands een hele belangrijke taal is. Wil je uiteindelijk naar Nederland kunnen gaan. Maar Papiamentu heeft ook een plek gekregen. En die verwarring die er was in ons onderwijs was dat de mensen dat die taal erkend wilden zien. En ja, er zijn mensen slachtoffer geworden van deze emancipatiestrijd. Ja. Zijn we nog heel even over het Koninklijk Huis, Oost-Indië, omdat we het net over het koloniale verleden hadden. Ja. Hoe plaatst u dat dan toch, als je dat soort beelden ziet en dat er allemaal mensen staan te juichen? Ja, kijk, het Koningshuis en ook wat daarvoor kwam, dus voordat Nederland een koninkrijk was, heeft nooit zich zozeer geëngageerd met Antillen, met welke kolonie dan ook. Er is een fantastische mythe dat koning Willem III eigenhandig die slavernij had afgeschaft. Dat was echt spindoctoring en indoctrinatie. Dat was helemaal niet waar. Het is eigenlijk pas na oorlogs met Juliana en daarna met Beatrix. Valt het onder een stukje brainwashing? Ik zal dat niet zo snel zeggen, maar in dit geval ja. Maar je ziet wel de andere kant van het verhaal. Hè. De naoorlogse periode zie je dat juist het Koningshuis eigenlijk veel meer en veel warmer betrokken is dan bijvoorbeeld de Nederlandse politiek. Laat staan de Nederlandse bevolking. Ja. Oké, gaan we nog snel even terug naar Gerry. In Willemstad, Curaçao, met die banden waar we het net ook over hadden. Gerry, veel Nederlandse banden natuurlijk, ook met de mensen op Curaçao. Hoe kijken ze daar op Curaçao zelf tegenaan? Ja, kijk, weet je wat, het is op dat koloniale verleden waar jullie het over hadden en zeker het slavernijverleden, daar is men zich op de Antillen en in het bijzonder op Curaçao nog altijd heel erg van bewust. En het gevolg daarvan is dat de mensen hier in Nederland nooit helemaal hebben vertrouwd en ook nu nog steeds niet helemaal vertrouwen. Te meer omdat men denkt dat Nederland nu nog altijd financieel en justitieel een flinke vinger in de pap kan hebben. En de houding hier is eigenlijk er eentje van, ja, als we dan gelijkwaardige landen voortaan zijn, laten de Nederlanders dat dan maar bewijzen. En in het bijzonder die vele Nederlanders die hier op het eiland vertoeven. Laten die zich nu eindelijk eens aan ons aanpassen. Laten die als het ware inburgeren en een beetje inbinden. Hoeveel Nederlanders zijn hier? Hoeveel? Ja? Over duizenden. Dat zijn allemaal welkom. Hier willen ze alleen in een groepje wonen. Ze komen niet tussen ons heen. Ze moeten onze cultuur opnemen, ze moeten onze eten nemen, ze moeten met ons dansen, ze moeten onze mopjes maken van ons. Nou, integreren op de 100% manier. Dat moet eens een keer gebeuren, maar ze wonen allemaal in die rijke buurten. En that's it. Het wordt een eiland binnen een eiland. De hele houding waar jullie mee komen, dus als jullie moeten werken of iets willen kopen gewoon, of bij de immigratie in dit geval. Je vraagt het niet gewoon, je eist het. En dan heb je echt zoiets, tenminste ik krijg al zoiets van oké, je komt met de barrière al. Want ik stel me open, want je komt in mijn land en je komt met zo'n houding. De Latijns-Amerikaanse volk en Afro-Caribische mensen die zijn wat lawaaieriger dan de Europeanen. Ja, dat moet je ook begrijpen. Als je hier komt wonen en je wilt bijvoorbeeld geen overlast hebben van muziek, ja, dan zult u zich toch wel een beetje moeten kunnen aanpassen. Ja? Wij hebben bijvoorbeeld van kleins af aan gewoond in buurten waar er dansgelegenheden zijn. Ja? Nou, niemand die klacht over zo'n gelegenheid. Het is de laatste jaren jammer genoeg, veel van hen zijn opgesloten juist doordat de Nederlander hier is gekomen en denkt van hey, even de OM opbellen en zeggen van hey, ik heb overlast. Ja, nou, wij zijn allemaal groot geworden, kijk maar naar ons allemaal. We zijn nooit doodgegaan van een beetje muziek in de avonduren, echt niet.
Ja, er valt nog heel wat in te burgeren, kortom is de boodschap. Gerry, die is wel overgekomen. Het woord vertrouwen valt natuurlijk heel vaak op een dag als vandaag. Heeft Curaçao vertrouwen in de toekomst? De nieuwe regering probeert dat vertrouwen in elk geval heel nadrukkelijk uit te stralen. Premier Schotten die heeft een toekomstvisie van een Curaçao dat nu snel groter en sterker wordt. En hij hoopt eigenlijk dat het land daarbij op sleeptouw zal worden genomen door de vele hoogopgeleide mensen die op dit moment nog in het buitenland, onder meer in Nederland, vertoeven omdat ze de armoede hier zijn ontvlucht. De brain drain die we hebben hier op Curaçao is natuurlijk een van onze grootste problemen. Veel van onze kinderen die gaan weg, die gaan studeren, die gaan werken aan hun toekomst en die komen niet terug. Omdat het eiland is geen eiland die hun opportunities aan biedt. En dat is wat wij zeker willen gaan doen. Wanneer wij kansen hier kunnen bieden aan die jongeren die nu hun vak, hun professionele cyclus hebben afgerond, dat ze terugkeren naar het eiland. En hier komen hier hun professionalisme aan deze economie als contributie komen geven. En dat is wat wij willen doen. Zorgen dat over 10 jaar, 15 jaar Curaçao een bevolking is van 350.000, 400.000 mensen. Premier Schotten, dus de premier van Curaçao. Gerry, jij zei eerder al, dus een man van een nieuwe aanpak, zakelijke aanpak ook. Maar de vraag is natuurlijk van of de inwoners van Curaçao vertrouwen in hem hebben. Hoe zit dat? Kijk, weet je wat het is? De mensen hier, de Antillianen, Curaçaoenaren moet ik nu zeggen, zijn eigenlijk buitengewoon nuchtere mensen. En die hebben er alle begrip voor wanneer mensen uit hun omgeving hun heil elders zoeken, omdat het daar beter is. Vandaar ook dat velen toch wel blij zijn nog altijd lid te blijven van het Koninkrijk met bijbehorend paspoort. Maar het is zeker zo dat de visie van Schotten, dat ook de droom van een groot deel van de bevolking is, met op lange termijn een levensvatbaar, sterk en echt werkelijk onafhankelijk Curaçao. Oké. Gerry, heel hartelijk dank voor al je bijdrages. Meneer Helberg, we moeten een beetje afronden. Ja, als ik het u voorleg, vertrouwen in de toekomst, wat zegt u vandaag? Ik vind het erg belangrijk. Ik heb dat vertrouwen, ook omdat ik als ik hier zie de jongeren waarmee wij werken. Hè, u weet, ik ben voorzitter van dat orgaan, het overlegorgaan. En ik zie hoe onze jongeren werken. Als ik op de Antillen ben, als ik zie hoe hard mijn collega's, mijn vrienden, hoe de jongeren daar werken. Ik heb heel veel vertrouwen. En dat vertrouwen, die kracht van de jeugd hebben we nodig als we goed bestuur hebben. En dat goede bestuur, meneer Schotten geeft ons de hoop, laten we daarvan uitgaan. Ja. Bent u net zo optimistisch, meneer Oostini? Nou, laat ik zo zeggen, er zijn hier een heleboel bestuurlijke hobbels nu weggenomen die het erg moeilijk maakt om optimistisch te zijn. Dus ja, ik ben in ieder geval een stuk optimistischer dan vorige week. Ja, oké, goed. Nou, dan sluiten we daarmee af. Ik dank u heel hartelijk voor uw bijdrage aan dit programma. Ik dank u heel hartelijk voor het kijken naar dit programma op 10-10-10, 10 oktober 2010. Een historische datum. Ik kan me best voorstellen dat u niet alles precies scherp heeft. Ook naar dit programma misschien nog niet. Hoe dat zit met die eilanden. Daar kunt u heel mooi op terecht voor onze website. nos.nl, waar het heel goed wordt uitgelegd. En voor nu dank ik u voor het kijken. En wens ik u een hele mooie avond.